Hallo allemaal, ik heb weer een projectje klaar wat ik graag wil laten zien en wil uitleggen hoe ik het heb gemaakt. Ik wil iedereen bedanken die op mijn vorige YouTube filmpje hebben gereageerd en een antwoord hebben gegeven op mijn vraag. Ik weet dat een aantal van jullie het heel leuk zouden vinden als ik wat ik laat zien ook ga zitten maken. Alleen dat duurt nu eventjes omdat ik bij Studio Light wat ideetjes heb ingebracht. En daar zijn hele leuke dingen uit voortgekomen. Op z'n Annekes, klepjes, vakjes, ga maar door. En al die producten die heb ik dus opgestuurd gekregen. En daar ga ik dus voorbeelden mee maken. Dus daar ben ik, dat kost ook even tijd. En ik wil toch jullie af en toe ook iets laten zien wat ik heb gemaakt. Want dit allemaal, dat komt pas over een aantal maanden. Maar goed, het moet wel gemaakt worden. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik ga het een keer doen, maar nu eventjes niet. Dit mapje heb ik gemaakt met een stans om een boekje te maken. En dat is deze. En dat is Stencil SL381. Dan heb ik van deze de label gebruikt en de pocket. En dat is Stencil SL344. Dan heb ik deze nieuwe stans gebruikt om een boekje te maken. Die zit ook in hierin. Dat is SLESCD13. Ik heb deze gebruikt om een stempeltje in te zetten. En dat is Stencil SL371. Dan heb ik hierin, dat zit hierin een envelopje en binnenin ook. Alleen dat kaartje, wat ik jullie meestal zo op deze manier laat zien, die heb ik ergens verkeerd ingedaan. En ik heb zoveel mappen dat ik dacht van, ik vertel het zo wel even, jullie geloven me vast wel. En dat is Stencil SL319. Dat is dus een stans van een envelopje. Dan heb ik deze gebruikt voor de buitenkant. En voor de binnenkant heb ik dit vel gebruikt. En dit is Basics JMA 12. En deze is 09. Dan heb ik deze twee die-cut blokjes gebruikt om de dingen die ik gemaakt heb te decoreren. En dat is A6 stansblok JMA 06 en 05. Ik heb dit grote stansblok ook gebruikt, dat is PP JMA 11. Dan heb ik hier nog twee kleine paperpads. Deze is al bijna op. En dat is PP JMA 09 en 08. Dan zitten daar, heb ik stempeltjes gebruikt. Deze grote teksten en van deze de woordjes. En dat is stamp JMA 09 en JMA 18. Dus dit heb ik gebruikt. Dan ga ik het nu aan jullie laten zien. Het sluit op de manier wat ik dus zelf heel erg leuk vind en heel vaak gebruik. Met een koordje en het rondje waar dat aan vast zit. En aan de uiteinde, dat kennen jullie ook van mij, een klein dingetje geplakt. Dan draai ik hem eerst om. Dan zit hier een vakje met een envelopje erin. Die gaat dus zo open. Ik heb hier dus een stempeltje gezet. Hier weer niet. Daar kun je eventueel de naam op zetten. En hier binnenin zit een kaartje. Dit gedeelte zit ook bij de stans. Ik heb het alleen zelf op een iets groter kaartje geplakt. Maar je kunt dus natuurlijk het kaartje ook gebruiken wat al een leuke vorm heeft. Maar ik heb het dit keer zo gedaan. Dat kan dus ook. Dus deze zit aan de buitenkant achterop het mapje. Dan gaat hij zo open. Daar zit dus die ene stans in waar ik dus een tekst op heb gestempeld. Dan gaat hij zo open. Dan heb ik hier dus een vakje waar ik ook een tekst op heb gestempeld. En hier zit dat boekje. Dat ga ik zo meteen laten zien. En dan klapt hij nog één keer over, open. En dan heb ik hier dus een vakje. En daar zit dus die pocket en die label die ik net liet zien. En dit is mijn laatste vakje. En daar heb ik ook zo'n envelopje in gedaan. Die heb ik gedecoreerd met plaatjes. En die gaat zo open. En dit heb ik ervan gemaakt. Ook weer op een kaartje geplakt. En die past natuurlijk ook nog steeds in het envelopje. Dit was dus een stans van een pocket en een label. Daar heb ik dus zelf dit kaartje voor gemaakt. Dus deze pocket die kan dus aan deze label vastgeplakt worden.
Dan plak je het eromheen, zeg maar. Dan kun je er nog wat in doen. Ik heb hem dus op een kaartje geplakt. Een stukje decoratiepapier. En nou schuif de label dus hierin. Dan heb je dus een kaartje met een vakje en een label. Zo kun je hem dus ook gebruiken. Dan heb ik hier dus het boekje. Je stanst dus een keer de kaft. Dat heb ik gedaan uit mooi papier. Dan stans je dus de pagina's. En ik heb het bij elkaar gebonden met een stukje elastiek waarin ik hier een dubbele knoop heb gemaakt. Ik heb het elastiek iets langer gelaten en ook daar dus die rondjes op geplakt. En die steken er dan leuk uit. Dat vond ik weer eens een keer een leuk detail. Dan heb je hier dus de kaft en de binnenkant van de kaft. Deze stans zit er ook bij. Maar je ziet als je hem stans er zo uit. Ik heb alleen hier de hoekjes met een afrondpons nog iets groter gemaakt. Nou, dit zijn dus die leuke pagina's uit zo'n stansblokje. Dit is dus de ene kant en dat is de andere kant. En dan heb je dus gelijk een hele leuke pagina aan twee kanten. Ik heb dit wit gelaten. Dan kun je een fotootje plakken of iets opschrijven. Dan gaan we hier weer verder. Dit is dus de middenkant. Ook een tekststempeltje gebruikt. En dan komt hier aan deze kant de witte pagina's. Dus hier ook twee plaatjes geplakt en een woordje gestempeld. Dit heb ik weer zo gelaten. Hier heb ik weer op het witte gedeelte ook iets groens gedaan. Hier kun je natuurlijk gewoon sowieso opschrijven, want dat blijf je goed zien. Dus dit vond ik dan daarom wel leuk. Nou, en dit is dus de binnenkant van de kaft aan de achterkant. En dat is mijn laatste bladzijde. Dus dat vouwt en past gewoon heel leuk in deze pocket. Zoals jullie zien, loopt het patroon dus eigenlijk door. Ik heb dus dit gebruikt. Ik heb opgemeten wat ik nodig had. En zo'n strook, even kijken wat heb ik gedaan. Dit gedeelte. Die heb ik dus zo op maat afgesneden. Toen heb ik, toen de pocketstrook vast zat, wat ik dus zometeen ga uitleggen, heb ik opgemeten hoeveel ik nodig had. Dat heb ik dus afgesneden. Toen naar het volgende wat ik nodig had, dat weer precies hier aan afgesneden. En dat heb ik hier gedaan en dat heb ik daar ook gedaan. En zo loopt dus het patroon door. Dat geeft toch rust in je werk dan wanneer je allerlei stukjes door elkaar gebruikt. Dat mag natuurlijk wel, maar ik wilde ook graag dit laten zien. Dan de buitenkant, als ik hem zo bekijk, dan staat hij dus eigenlijk op zijn kop. Want het velletje is zo. Maar wil ik hem dichtvouwen en ik wil het dan goed hebben, dan moet ik hem wel op zijn kop plakken. Want als je hem dus zo gaat vouwen, dan komt hij dus wel goed te zitten. En dat vond ik dan toch belangrijker dan als ik hem zo neer had leggen dat dat op zijn kop was. Dus die heb ik zo neergelegd en ik ben toen hier begonnen. Ik heb wel hier eerst een stukje afgesneden, want anders kreeg ik een klein bloemenrandje hier. En dit is toch mijn sluiting. En ik wilde daar gewoon iets meer bloemen hebben. Dus ik heb hier eerst een stuk van afgesneden. Nou, toen opgemeten hoeveel ik nodig had, dat heb ik dus hier. Die baan heb ik dus hier, hè, die vlinders staan op, heb ik hier dus afgesneden. Nou, en ook hier ben ik dus gewoon doorgegaan. Dit is een stukje kaartstok wat ik hier aan drie zijdes heb vastgeplakt. En daar heb ik dus een ander papiertje voor genomen. Dus gelijk deze baan hierop, waardoor dat dus ook doorloopt. Maar goed, je zou ook een effen stukje kunnen doen. Maar ik vond het wel leuk. Hier zit die krul. Die zit hier ook. En op deze manier loopt die daar ook door. Dus dat kan. Maar dan heb je dus een ander, twee papiertjes zeg maar nodig. Omdat je die vlinder nog een keer nodig hebt. Dus dit was het even. Dat ga ik nu uitleggen hoe ik dit heb gedaan. Je stans is een stans van het boekje. En dan leg je hem dus in je scoreboard. En dan ril je op 5 centimeter, op 6 centimeter, op 13,5, op 14,5, 21,5 en 22 centimeter. Dan leg je hem zo in je scoreboard en dan ril je aan deze kant op 1 centimeter. Je draait hem om, je legt hem er weer in en ook hier ril je op 1 centimeter. Dan zie je hier dus dat je 2 rillijnen bij elkaar hebt, die dicht bij elkaar zitten. Dat heb je dus 3 keer. Die knip je dus hierin. Dus je knipt hem hier recht naar die rillijn en daar ook. En dat doe je hier en dat doe je hier ook.
En aan deze kant doe je dat dus ook. Dan knip je ze dus weg. Dan ziet het er dus zo uit. En dit moet dus ook weg. Dus dit knip je er ook af. Dat ziet er dan zo uit. Dat doe je dus aan beide kanten. Daarna ga je dus het hier schuin afknippen en daar schuin afknippen. Dat doe je hier. En dat doe je hier ook. En aan deze kant ook. Als je dat dus hebt gedaan, dan ziet het er zo uit. Ik heb die delen bij die rillijnen dus weggeknipt. Dat zie je hier. En die flapjes die ik overhield, heb ik dus schuin weggeknipt. Dat heb ik bij deze drie gedaan. En hier zit dat deel helemaal eraf. Hè? Dit hadden we er al af. En ik had uitgelegd dat je dit dus ook eraf moest halen. Dan vouw je dus de rillijnen. En dan heb je al het begin van je mapje. Dan heb ik dit opgemeten. Het is iets breder, maar ik heb hem iets smaller genomen van 12,5 centimeter. Ik wil natuurlijk niet dat hij aan de beide kanten eruit steekt als ik het zo heel precies strak doe. Dus daarom heb ik 12,5 centimeter genomen. Dan heb ik voor deze pocket een stuk van 6,5 bij 12,5 nodig. Deze is iets groter, dus daar heb ik een stuk van 7 bij 12,5 nodig. En die is het grootst, die is 7,5 bij 12,5. Bij alle drie de pockets heb ik aan één kant een centimeter gerild. Dus dat heb ik hierbij ook gedaan. En dat heb ik hierbij ook gedaan. En schuin weggeknipt. Jullie weten, als het flapjes zijn die ergens vastgeplakt moeten worden, knip ik het altijd schuin weg. Dus deze rillijnen hadden we gevouwen. Dan neem je dus de kleinste pocket. Je lijmt dit in. En die leg je dus hierin. Dus die komt op deze manier aan de onderkant vast te zitten. Dan lijm je dus deze twee zijkantjes in. En die worden dus op deze flapjes die we hebben gevouwen en schuin weggeknipt. En zo heb ik dus mijn eerste pocket. Ik heb een stukje decoratiepapier genomen, een halve centimeter kleiner. En met een ronde pons heb ik hier een hapje uitgehaald. Dan neem ik de volgende, die was 7 bij 12,5. Ook hier heb ik hetzelfde bij gedaan. Hier smeer je dus lijm op. Je legt hem hier aan die vouwlijn, niet op de vouwlijn, maar aan de vouwlijn. Daarom hebben we het ook schuin weggeknipt, dat kan dan, dat past ook. Dan zit dit dus zo hierin vast. Ook bij deze die twee zijkantjes ingelijmd. Je vouwt hem zo en dan heb je je tweede pocket. En jullie raden al, met deze doe je dus hetzelfde. Dus die komt hierop vastgeplakt. De zijkantjes lijm je in en die zitten dan zo vast. Dus zo heb ik dit mapje gecreëerd. Zoals jullie zien is die hier vastgeplakt. Hier zie je dus die zijkantjes hier. Want ik heb hem wat korter gemaakt. En hier zie je dat ook. En dat is hierbij ook. En bij deze hetzelfde. Dus dit kun je dus ook gebruiken. En ik vind dit de mooiste stans, maar dat is persoonlijk, om dit dus te maken. Omdat het vrij strak is. Dit is strak. En je hebt wel van die stansen met een leuk krulletje zo. Nou, het kan natuurlijk ook. Je moet wel kijken of het dan nog mooi is als je die twee zijkantjes eraf gaat knippen. Maar goed, het is te proberen. Ik heb het dus hiermee gedaan. En een stukje touw. En die vouwen, draaien we zo hieromheen. En dan zit die dicht. Dus dit is het hele verhaal van dit mapje. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. En dat jullie er zelf mee aan de gang kunnen gaan. Op mijn blog zet ik zometeen de producten neer die ik heb gebruikt. En een heleboel foto's. Dat je dus niet iedere keer het filmpje hoeft te kijken, maar ook de foto's kan bekijken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot ziens. Dag!